Nog 50 meter. De start is gevallen. Donner van Norg als een pijl uit een boog vertrokken. Neemt het veld op sleeptouw. Tweede plaats aan de buitenzijde. Nummer 4 van Attila. Zelfs die kon daar niet voorkomen. En in derde stelling hebben we dan Crown Jewel. Achter Crown Jewel volgt aan de binnenzijde Crème de la Crème. En dat zijn de eerste vier als de deelnemers afkoers op de rechte lijn aan de overkant van de baan. Betekent dus dat de leerlingpiekeurs hun voordeeltje goed hebben weten uit te buiten. We vinden ze terug op de plaatsen 1, 2, 3 en 4 als de deelnemers op weg gaan naar de verre linkerbocht in deze starterinprijs. Met van starten van Donna van Norg aan kop van het veld. De laatste keer in een veld met louter kampioenen. Lang aan kop. En vandaag gaat Giel Wildhagen proberen om het vol te houden de gehele weg lang. We komen in de rechte lijn voor de tribune. Moordend tempo. Gunstig voor Dylan F. Boko. Die op dit moment in 7 de 8e stelling zijn kans afwacht. We gaan twee rondes afleggen met Donne van Norg aan kop van het veld. Tweede plaats Attila. Derde is het nummer 2 van Crown Jewel. Vierde plaats aan de binnenzijde de 1. En dat is Crème de la Crème. En die wordt gevolgd door Diane Lane. En aan de buitenzijde wat onvoordelig parcours voor paard nummer 5. En dat is Calypso Bravado. Het wachten is nog op aanvallen van achteraf als de deelnemers in de mist verdwijnen aan de overkant van de baan. En Donne van Norg er als een haas vandoor is gegaan. De vraag is even, is dit geen zelfmoord? Het antwoord gaan we krijgen over circa anderhalve ronde als de finish dan in zicht komt voor Donne van Norg, de zoon van Mr. Pinechip. Paarden komen op weg naar de rechte lijn voor de tribune. Zullen we dan nog steeds Giel Wildhagen aan kop ontwaren? Het antwoord is ja, maar zijn voorsprong is ernstig teniet gedaan. En gerust kan die er niet op zijn, want Jaap van Rijn heeft de tijd rijp geacht om zijn Crown Jewel in stelling te brengen. En ook Marco Spinnen, nummer 1, Crème de la Crème, komen inmiddels 3 dik ten aanval. Donne van Norg krijgt het moeilijk met nog een ronde te gaan. Wordt aangepakt nu door paard nummer 2, Crown Jewel. En aan de buitenzijde meldt zich daar ook de 1, en dat is Crème de la Crème. Daartussendoor Tom Kooijman met Diane Lane loopt een superkoers. En achter deze paard is vanuit de start van het veld sterk naar voren gekomen paard nummer 10, Dylan F. Boko. Deelnemers zijn halverwege de rechte lijn aan de overkant van de baan. Met nog altijd dus die strijd vooraan. Moeilijk te zeggen wat nu de stand van zaken is. Maar ik heb zo het vermoeden dat die Crown Jewel ver moet kunnen komen. En ook Dylan F. Boko leek gevaarlijk. De favorieten dus, die komen redelijk naar voren hier op de baan van Alkmaar. Als ze zo dadelijk in de laatste rechte lijn komen. En is het dan Jaap van Rijn? Nee, want aan de buitenzijde is daar Dylan F. Boko. Die orde op zaken stelt. Dylan F. Boko heeft de leiding overgenomen. Crown Jewel op plek 2. Dit is de laatste rechte lijn. De derde is mij enigszins ontgaan. Maar Dylan F. Boko, klasse apart met Dennis Minema. Topvorm. En de 10 wint het voor de 2. Dan de 7, die loopt goed voor de 1. En dat is voorlopig. Comité. Mogen wij gaan huldigen. Dankjewel, meneer Van Koerten. Nummer 10, Dylan F. Boko en Dennis Minema. 5 jaar deze bruine ruin van Ken Workington uit Pocono Boko. Gevolgd door Seipetit Siuma in de Boko Stables. Paard is in bezit van Spangenhoeven, Bas Krebas, de trainer. En we gaan de bloemen overhandigen aan Dennis Minema, de winnende pikeur van deze 6e koers. Dennis, van harte, wat kan ik zeggen? Topvorm. De stal. De stal, topvorm, ja. Ja, al tijden natuurlijk hier op Alkmaar. En de paarden zijn enorm goed. En deze keer had Dylan een keer een mooie koers, dus ja, daar kon hij weer... Ik kan een keer laten zien wat hij echt kan. Er stond een keer geen 12 paarden in. En hij was een keer goed weg. Ja, alles zat mee. En ze reed op kop verschrikkelijk hard. Dus ja, wat had Dylan nog meer nodig? Nee, dat heeft hij nodig. Maar dat kreeg hij de laatste keer op Mons eigenlijk ook. Ik denk, die waait er overheen op het laatste stuk. Dat gebeurde toen niet. Daarom was ik vandaag iets meer behouden. Ja, dat gaat even iets harder daar. Hè? Dat is nog wel een verschil. Het waren gewoon andere paarden. Het waren andere paarden. En het hebben we wel even goed gedaan. Misschien even andere baan, even fris op zijn hoofd. En hij maakt het fantastisch af. Hij is aan een mooie carrière bezig, Dennis. Zoals veel paarden bij de stal van Bas Krebas een mooie lange carrière hebben. Mooie eigenaar ook, Spangenhoeven. Samen een paard, dat werkt natuurlijk wel goed. Dan kan je er ook nog eens 2 nemen of misschien wel 3. En dan hebben ze ook nog eens het geluk dat het allemaal winnaars zijn. Want hun echte trots moet natuurlijk zo dadelijk nog aan de start komen. Dinant Convital in de strijd om het paradepaard. Maar heel veel punten werden er ook binnengeharkt dit seizoen door Dylan F. Boko en Dennis Minema. Het zat vandaag een keer mee. Geef ze een applaus.